Hallo en welkom bij onze nieuwe video. Wij gaan vanaf vandaag van start met het bouwen van onze nieuwe Paddock Paradise. Ja, inderdaad. Kijk, want ze hebben gemaaid en we hebben hier onze spullen al redelijk een beetje uitgestald. Dus wat we vandaag mee gaan beginnen is om de buitenomheining te zetten. En zoals jullie gevraagd hebben, gaan we jullie allemaal lekker meenemen in hoe we alles gaan bouwen. Dus ja, ik ben heel benieuwd. Ik wil beginnen. Ja, we gaan beginnen. We hebben daar straks eventjes alle weideplaten, de buitenkant van de wei, even uitgelegd om te kijken wat er ongeveer moet komen. We hebben alle prikpalen, tenminste alle prikpalen die we nu ter beschikking hadden, al eventjes uitgestippeld rond de wei, zodat we daar straks stroomdraad kunnen hangen. En intussen zijn we eventjes korte broeken aantrekken, want het was toch stiekem best wel warm. En het waait hier helemaal niet zo hard vergeleken met de donkerhuidige wei. En we zijn even een nieuwe poort gaan ophalen. Dankjewel Kelly! Dank u! Dus die kunnen we dan ook meteen neerzetten daar. En dan ja, is het gewoon een stuk makkelijker. Dan hebben we die ook in één keer. Dus we gaan eventjes... Ja, dan moeten we er alleen nog eens gaan fixen voor daarachter. Ja, bij de mespoort. Maar het is allemaal even go with the flow. En ja, inderdaad. En kijken wat past en wat niet past. Ja, precies. Maar het komt goed. Zeker. Inderdaad. Het gaat goed. Okay, met boren. Dat is niet, want die paal, daar komt die paal in. Ja. Daar schroeven we hem tegen. Ja. Okay. Nou, de eerste staat. Ja. Woehoe. Wat heb je gedaan? Wat heb je gedaan? Ik heb mijn vinger geschroefd. Die moest er niet bij. Alles oké. Okay. Ook alweer die arm, man. Had je dat gezien? Ja. Ik schroef hem een verbandje. Zo een verwondingsteller maken. Laten we het zomaar gaan waar je wil. Nou, laten we inderdaad tellen. Ja, inderdaad. Nou, het is voor onze dag 2 dat we verder gaan aan ons wei. Gisteren hebben we dit stukje gedaan. We waren echt kapot, ze hebben het niet meer gefilmd. Dus nu gaan we weer even een stukje verder. Het is wel al een uur of half vier uur. Maar ja, de man die moet vanochtend werken. Dus ik ben vanochtend lekker bij de ponies geweest. En heb daar lekker van alles kunnen doen. Maar nu gaan we weer even een paar uurtjes hier aan de slag. Dus hoeveel vingers je nu kwijtraakt. Ja. Kijk hoeveel vingers ik nou kwijt kan raken op 2 uur. Ja, inderdaad. We zetten de teller aan. Mijn duim is serieus 2 keer zo dik. Ja, hij ziet er niet lekker uit. Nee. Thank you.
Hallo. Het is weer een paar dagen geleden dat ik echt gevlogd heb. Maar zoals jullie zien zijn we hard bezig geweest aan het werken van de wei. En we hebben hem af. En op dit moment hebben we de eerste lading ponies ook in de trailer staan. Dus mam is even de wei ingereden. Dus die gaan we hier al dumpen.
ik ben bezig op de wei. Ik loop hier rond en we zijn al een aantal rare dingen tegengekomen. Tenminste, rare dingen. Van dit soort dingen. Ik laat het even zien. Hier midden in de wei vind ik een bot. En aan de zijkant van de wei, tenminste waar dat trek grenst, heb ik ook al een lichaam, karkas, geen idee, gevonden. Ik ga hem even zoeken en ik laat hem zien. Even zoeken waar die is gebleven. Ja, kijk, hier ligt ook een deel. Dus ik vraag me af of dit het begin is van een horrorfilm.
Thank you.